Vijf molens in de provincie staan voorlopig even stil. Er is mogelijk een probleem met de veiligheid van de wieken. En dus draait ook de Grote Polder bij Slochteren vandaag niet. Het is echt heel verdrietig dat we nou niet kunnen draaien, want het is nou juist een geweldige maalwind. En je wilt graag dat de molen dan in beweging is en water verplaatst. Ook in Thesingen, Noordhoorn en onder den Dam staan de molens stil, zolang niet duidelijk is of er echt wat aan de hand is met de wieken. Je ziet hier dus de roe. Dat is normaal gesproken uit één stuk. En wat we nu de laatste jaren doen, is dat we dat uit twee stukken opbouwen. En die zitten dan daar in het midden, in die askop, met bouten en moeren aan elkaar vast. Bij twee molens in Zuid-Holland zijn die bouten afgebroken, zodat de wieken los kwamen te zitten. In Slochteren zijn die bouten en wieken relatief nieuw en daarom maken ze zich hier niet al te veel zorgen. Wij denken dat het hier wel meevalt, maar omdat wij dat ook niet met zekerheid kunnen zeggen, nemen wij wel het advies van de SCE en van de Hollandse molen heel serieus en zullen hem dus zoveel mogelijk stil laten staan. Dinsdag komt de molen wel even in beweging voor een examen, als drie nieuwe molenaars hopen af te studeren. Hou die hand hier. Ja. Dus ga hier aan deze kant staan en hou je hand hier. Ja. Dan weet je al wat je moet doen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hoopt over een maand met een oplossing voor het probleem te komen.